Rolls Just Say Yes knalt door de boksen. En intussen groeit de rij fans maar aan. Enkele wachten al uren aan de Antwerpse Wapper. Van 10 uur deze morgen. Zo lang staat u hier al? Is goud. U bent wel heel grote fan van Snow Patrol. Nee, ik kan die normaal niet. En toch staat u hier. Doe ik dat. Ik ben heel tevreden omdat mijn pp dat wil doen voor mij. Ik had les, dus gelukkig dat hij hier staat voor mij. Want er is heel veel volk hier. En als je bij de eerste bent, ja, dan is dat zo altijd veel leuker er ook. Ze zijn nog maar net en dat is iets specialer. Zo. De groep raakte vooral bekend met hun hit Chasing Cars en verkocht meer dan 10 miljoen albums. Snow Patrol mag zich gerust een van de meest populaire rockbands van het moment noemen. Voor mij het totaalpakket van muziek, de looks. Gewoon de teksten die blijven hangen en ze hebben een betekenis, de teksten ook. En dat is voor mij ook belangrijk. Ja. Een uurtje later dan gepland stappen de heren dan eindelijk uit het busje. Welkom in Antwerp! Hi, how you doing? De band komt rechtstreeks uit Frankfurt, waar ze gisteren op het podium stonden. Maar het Antwerpse publiek willen ze vanavond in de Lotto Arena ook verwennen. Dat concert was in een uurtje uitverkocht en de heren zijn er klaar voor. We do it different every night, so we played different songs last night we hadn't even played before, so you never know what might happen. Yeah. So it will be a surprise? Yes. To me as well. Probably. You're glad you're in Antwerp? Absolutely, yeah. This is the first time. We're very excited about the gig tonight. It's going to be fun. Well, I'm wearing a sparkly costume. It's going to be great. Voor ze dat schitterend pak aantrekken, kreeg ze nog een gouden plaat die ze meteen aan een fan schonken. Haar dag kon niet meer stuk.